Wat ik ook wel wil overbrengen is van onderschat ze niet. Want dit is wel een speler van formaat. Ja. En een formaat dat gewoon een on-Nederlands formaat is. Welkom in de Bali. Mijn naam is Tim Wagemakers. Ik ben jullie gast hier vanavond. Wie een beetje rondkijkt in de wereld en aan het bedrijf Shell denkt, is denk ik genoeg aanleiding om een gesprek te voeren. Dat gaan we vanavond doen. En dan hebben we ook nog eens een fantastische aanleiding. Namelijk deze baksteen van Marcel Metsen. Hoogspel, politieke biografie van Shell. Kun je, voordat we het boek induiken, ons even heel kort meenemen waarom je 25 jaar toch, ja, in fases natuurlijk, maar wilde verbinden aan dit verhaal. Wat zit erin wat jouw fascinatie zo groot maakt? Ja, het is natuurlijk een ontzettend groot en wereldwijd opererend verhaal. Het bedrijf wat van meet af aan nauw is verbonden met de politieke, geopolitieke ontwikkelingen. Dus dat alleen al was fascinerend genoeg. En het begon bij mij, de fascinatie, echt te komen In het midden van de jaren 90, toen Shell op meerdere fronten in een crisis was. Ja. Dus voor degene die toen leefde, dat ging over Nigeria. Het proces tegen activist Ken Saro-Wiwa, die ook werd veroordeeld en opgehangen. Waar Shell toch mede verantwoordelijk voor werd gehouden, op een bepaalde manier. De Brent Spar, het olieopslagvat wat Shell tot zinken wilde brengen in de Atlantische Oceaan, waar Greenpeace toen enorme acties tegen heeft gevoerd. En er was ook interne crisis gaande, met heel veel reorganisaties die heel veel onrust veroorzaakt, ja, in een bedrijf. En die drie dingen bij elkaar, die brachten mij tot het idee van, ja, wat is hier nou eigenlijk allemaal gaande? Ook de manier waarop dat gemanaged werd, die crisis gemanaged werd, hoe ze daarmee omgingen, Shell en omhebben, was eigenlijk een beetje vreemd. Ja. Er leek verdeeldheid te zijn. Enfin, dat is het beginpunt geweest. En dan wordt het pas natuurlijk echt een probleem als je dat gaat doen, omdat het zo groot is. Want je zei in het begin, toen je eraan begon, we hebben nu natuurlijk heel erg het beeld dat Shell vol in de wind staat. Ja. Maar toen jij begon, stond Shell eigenlijk ook al, ja, vol in de wind. Is er toch iets veranderd in de context, in die 25 jaar van dat jij begon, naar het moment dat je het boek inlevert, in hoe naar Shell gekeken wordt? De verhouding van Shell met de samenleving, ik schrijf er ook over, ik denk dat ik precies in die periode ook behoorlijk veranderd. En het belangrijkste element wat daarin is gekomen, dat is een van groot wantrouwen, wederzijds wantrouwen. Tot zeg maar 1995, 1996, toen ik dat plan opvatte, was er denk ik nog wel een beetje de hoop, misschien aan beide kanten van de samenleving, dus zowel de critici als het bedrijf zelf, dat er een verstandhouding zou kunnen komen. En ik heb het gevoel gekregen de afgelopen 25 jaar dat dat helemaal verdwenen is. Als je dan toch dat kernachtig moet, toch een beetje de missie van de avond misschien wel onderschrijven. Wat is het belangrijkste wat jij met dit boek hebt willen toevoegen aan het verhaal van Shell? Ja, ik zou bijna zeggen, kijk in de ziel van het bedrijf. Hoe wordt er nou werkelijk gedacht? Wat ik ook wel wil overbrengen is van, onderschat ze niet. Want dit is wel een speler van formaat. Ja. En een formaat dat gewoon een on-Nederlands formaat is. En als je er dus mee wilt dealen, op wat voor manier dan ook, op een positieve of een kritische manier, hoe dan ook, dan moet je dus weten dat dit een speler van formaat is. Ja. En ik heb wel eens het idee dat dat niet altijd goed begrepen wordt. Ja. Hoe groot dat formaat eigenlijk is. Ja. Dat is eigenlijk pas goed tot me doorgedrongen tijdens het schrijven van het boek zelf. Als je die geschiedenis van Shell ziet, dan denk ik dat er ook heel veel reden is om te twijfelen aan de goede bedoelingen. Als je nu ziet hoe het bedrijf zich inzet op op de transitie, de energietransitie, en zich wil profileren als een groen bedrijf. Maar ja, kijk naar de geschiedenis. Dat is vaker gebeurd. Ja. En het is elke keer weer gekeerd. Ja. Dus er was weer zo'n groene golf binnen Shell. En als de winst een beetje onder druk komt te staan, of
Ja, want als aandeelhouders beginnen te klagen, dan hernieuwbare energietak opgericht en die is later weer... Die is dan weer afgebouwd. Ja, precies. Ja. En dat gebeurde in de jaren 70 precies hetzelfde. Dus dit is dat maakt het veel moeilijker om Shell nog te geloven als ze met dit soort ambities gaan komen. Ja. Dat vind ik wel een serieus probleem. Ik wil ook graag de volgende twee sprekers naar voren vragen. Rein Willems en Giles Scott Smith. Geef ze een warm applaus. Meneer Willems, u heeft een loopbaan van meer dan 30 jaar bij Shell gehad. 38 gewerkt van Australië tot Brazilië, Singapore, Londen, de Filipijnen. U was van 2003 tot 2007 president-directeur van Shell Nederland. U was daarna ook nog voor het CDA actief, al in de politieke partij. Eerste Kamer. Ja. Eerste Kamer. En u heeft eigenlijk best wel veel gebeurtenissen die in het boek staan... van binnenuit, of in ieder geval in die periode was u ook actief. Ja. Dus blij dat u er bent en ook uw reflectie op die periode misschien kan geven. Professor Dr. Giles Scott Smith... U bent historicus en onderzoeker op het gebied van transnationale relaties en diplomatieke geschiedenis. Iets simpeler dacht ik, dat gaat over dat u onderzoek doet naar hoe overheden door de geschiedenis heen diplomatiek met elkaar bedrijven en welke rol bedrijven zoals Shell daarin spelen. Meneer Willems, fijn dat u er bent. U heeft het boek ook gelezen. Van kaft tot kaft. Van kaft tot kaft. Sommige delen zelfs twee keer. Met extra aandacht. Ik zei net dat veel mensen die bij Shell werkten aan Marcel hadden teruggekoppeld positief zijn over het boek. Herkennen u er ook voor in? Mijn algemene mening is dat ik naar het positieve over het boek. Het leest goed. Ja. Het leest van begin tot eind als een verhaal van het bedrijf wat ik herken. Maar ik lees ook heel veel kritiek op Shell. Ja. Daarvan is deel terecht. Maar deel denk ik niet terecht. Daar zullen we het ook over hebben. Ik denk dat er een aantal fouten in staan. Ik geef Marcel straks een lijstje mee van een zevental heel dingen. Heel goed. Een zevental dingen die hij voor de tweede druk gewoon moet corrigeren. Want die zijn niet juist. Maar die zijn minder relevant. Maar een paar key issues zijn die zaak rond Zuid-Afrika. Ja. Waar ik, maar ook de kanteling. En dat is niet goed uit het boek gekomen, vind ik. In de mid-jaren 90 vond er echt een fundamentele kanteling in het bedrijf plaats van een bedrijf wat per land gerund werd met grote zelfstandigheid. Mm-hmm. En grote zelfstandigheid, wat ook aanleiding gaf tot precies de soort brieven waar Marcel het net over had. Die red files, en dat soort dingen. Shell zei, nee, we moeten het bedrijf veel meer controle gaan krijgen op wat er in die landen gebeurt. En er moet dus in plaats van een landenmanagementstructuur, moet er een businessmanagementstructuur wereldwijd komen. Ik heb daar middenin gezeten. Ik zat in de chemie. Ik was de landenmanager in de Filipijnen. Voor mij was het absoluut duidelijk dat we naar een situatie toe moesten dat we internationaal aangestuurd moesten worden. Ik vind uw punt wel interessant. En dan misschien is dat ook een goed moment om naar bijvoorbeeld het voorbeeld in Nigeria te gaan. Want u zegt eigenlijk in het beeld dat geschetst wordt in het boek, is dat een eenduidig beeld. Terwijl u zegt, er was inderdaad een periode waarvan ik zeg, dat zouden we nu niet meer zo doen. Dat was niet goed gegaan. Maar in de jaren 90 is daar een omslagpunt geweest. Klopt. Een belangrijk omslagpunt waarvan ik vind dat niet genoeg naar voren komt. Klopt. En niet genoeg erkend wordt. Dat is uw punt. Dat is wat ik zeg, ja. Tegelijkertijd komt ook de jaren 90 en daarna aan bod. Onder meer, dat speelde natuurlijk al langer. Maar vooral ook rond Nigeria bijvoorbeeld. Kun je dat voorbeeld iets meer uitdiepen? Want dat is ook iets waar in de periode dat u werkzaam was bij Shell speelde dat. Mm-hmm, ja. Dus dat is misschien een goed voorbeeld om nog even op in te gaan. Oké, ik ga toch nog iets verder terug. Want anders dan kom ik niet op dat goede punt uit. Kijk, het echte kantelpunt ligt in het midden van de jaren 70. Ik denk dat veel mensen hier in het Westen nog altijd een beetje denken in de termen van de Seven Sisters, de grote multinationals, de grote oliemaatschappijen die het voor het zeggen hebben. Nou, wat is er nou gebeurd? De OPEC is gekomen. Is de decolonisatie, dat betekende de opkomst van de olielanden ook, die wilden de controle hebben over hun eigen olievoorraden. Vervolgens zijn steeds meer van die landen staatsoliemaatschappijen gaan oprichten. En zagen de grote particuliere westerse oliemaatschappijen zich genoodzaakt om met die staatsoliemaatschappijen te gaan samenwerken. Dat heeft hun leven bijzonder veel ingewikkelder gemaakt. Politiek gezien ook bijzonder veel ingewikkelder gemaakt. Daar is Nigeria het schoolvoorbeeld van. Want wat is daar aan de hand? Shell Petroleum Development Corporation is 30% Shell. Maar heeft wel de naam Shell. Ik weet niet precies of het nou 50% plus één aandeel of 51% is. Dat is Nigeriaanse staatsoliemaatschappij. Dat is dus de staat Nigeria. Ja. Met daarbij behorend ook de militaire macht. Want er zitten nogal eens ook militaire regeringen in dat land. Dat is natuurlijk, en daar moet je dan mee werken. Daar ga je dan mee werken. Dus ga je daarmee in één bed liggen. En dat leidt tot situaties
die bijzonder lastig zijn, namelijk van nauwe collusie, noem ik het dan maar even, met ook die staatsmacht en met die militaire macht. Ja. En dat is natuurlijk regelmatig uit de hand gelopen daar. Dat vind ik en dat is een structureel probleem waar Shell, en dan ben ik echt heel vriendelijk, gewoon niet goed uit is gekomen. Laten we dat zomaar noemen. Het is niet gelukt om daar goed mee om te gaan. Er zijn twee problemen in Nigeria. Twee grote problemen. Eén is de grote lekkages, oliespills en weet ik wat allemaal, waar allerlei rechtszaken over geweest zijn en waar Shell feitelijk nooit veroordeeld geweest is, maar wel uiteindelijk de stap heeft genomen om te zeggen, er moet schoongemaakt worden. In sommige gevallen is dat, denk ik, ook heeft dat veel te lang geduurd. Maar dat is één probleem. Het tweede probleem is, wat je terecht zegt, is de samenwerking met overheden. Ik denk dat Shell, wat zoals ik het heb gezien, altijd heeft geprobeerd om daar een zuivere lijn te zetten. Er is zelfs in de situatie van het recente rechtszaak die er gevoerd is door de Italiaanse regering tegen Eni en Shell, en uiteindelijk ook door de Nederlandse regering, is Shell vrijgesproken. Omdat er geen sprake van was, en ik geloof dat ook niet. Ik ken de persoon Malcolm Blindert persoonlijk zeer goed. En ik heb wel eens bij zijn afscheid tegen hem gezegd, er zijn twee soorten Engelsen. Er zijn Engelsen en eerlijke Engelsen. Er zit een Brit naast u, hè? Nee, maar goed, er zijn hele nette Engelsen. En Malcolm was een echte honest Englishman. Dus ik vertrouw hem daar 100% op dat hij daar juist gehandeld heeft. En hij is dus gelukkig vrij. Klopt al, hè, wat ik zeg. Dus dat is één. Dus ik denk dat aan de politieke kant, ja, hebben we op hoog spel moeten spelen. De titel wat dat betreft is wel interessant. Maar ik denk dat de beslissing om weg te gaan is gerelateerd aan op land olie. Want dat was gewoon niet meer werkbaar. Hè? Dus om daaruit te stappen. Met alle commotie daaromheen. Ja, en je gaat toch zo lang mogelijk door als je met de lokale mensen werkt om te kijken wat je kunt doen. Dat is ook eigenlijk de situatie geweest rond Zuid-Afrika. Maar mag ik daar nog één ding over vragen? Want ik ben dan benieuwd. Want ik kan me voorstellen dat u af en toe met knarsetandend luistert naar hoe er gepraat wordt over Shell. Ik hoor u dan dit verhaal vertellen over Nigeria. En dan zat ik te zoeken en dan las ik een rapport van Amnesty dat in 2020 zegt dat maar 11% van het vervuilde gebied is schoongemaakt. U zegt, we zijn daar enorm aan het schoonmaken geweest. Ja. Dus verklaart u dat? En nog niet alles is schoongemaakt, dat zeg ik er direct bij. Nee. Omdat op het moment dat je iets schoonmaakt, zijn er weer mensen die dan komen en een gat in de pijpleiding slaan en daar olie uittappen. Ja. En vervolgens loopt het allemaal weg. Dus dat is een onwerkbare situatie. Reden dat we dus dat op land hele spel daar ook uit willen stappen. Het probleem is veel ingewikkelder dan dat. Het probleem is veel ingewikkelder. Toevallig kreeg ik dus een half jaar geleden kreeg ik het verzoek van een paar Nigeriaanse journalisten om hen te helpen bij een verhaal wat ze aan het ontwikkelen waren over een nieuwe vervuilingszaak in Ogoniland. En Shell is niet meer zelf actief in Ogoniland, dat is een deel van de Niger-delta, maar er lopen nog wel pijpleidingen van Shell erheen en daar gebeuren dit soort dingen. Oké. Daar is dus op een gegeven moment een grote rechtszaak over geweest. Er is een deal gesloten dat daar opruimactie onder toezicht van de Verenigde Naties zelfs zou komen. Wat gebeurt er dan vervolgens? Die operatie wordt niet door Shell zelf uitgevoerd, maar er wordt een organisatie voor op poot gezet waar de Nigeriaanse staat, overheid, een grote rol in speelt. Dat komt ook door die verbinding natuurlijk met de Nigeriaanse staat. Ja. En dan komt het hele spel, het corruptiespel, op gang. Dat geld verdwijnt. Honderden miljoenen, Shell heeft hier 500 miljoen ingestoken. 100 miljoen verdwijnen gewoon. Ik wil hem misschien iets breder trekken. Ja. De vraag, dat vond ik interessant. Hoe leef je dat zelf als er zoveel kritiek op Shell is? Ja. Ik heb daar bijna mijn hele Shell-periode mee geleefd. En ik weet dat diezelfde tijd de Shell-collega's die kinderen op school hadden, daar werden de kinderen werden belaagd door leerkrachten op school. Van Shell is het Afrika, dat is toch vreselijk. Vaak is de kennis er niet aanwezig en dan is dat voor Shell een kwestie, communiceren we wel genoeg over wat we doen. We hebben het heel veel over
Shell nu, dat is ook niet zo heel gek, gezien het boek. Maar er zijn natuurlijk meer actoren in elke relatie die je hebt, diplomatiek gezien. Het gaat ook over overheden, het gaat ook over misschien maatschappelijke organisaties. Het gaat over zoveel spelers. Is daar binnen bijvoorbeeld, als we kijken naar de overheden... Of misschien ook wel de EU en hoe dat de afgelopen decennia zich ontwikkeld heeft... is daar ook te veel... hoeveel ruimte is daarin geboden om uiteindelijk bijvoorbeeld in Nigeria in zo'n constructie te komen waar volgens het boek van Marcel uiteindelijk gewoon corruptie op de loer ligt? En ja, dat, in hoeverre is dat ook mogelijk gemaakt? Ja, oké, ze zijn zeker onder een vergrootglas gezet. Ik denk in toenemende wijze sinds de apartheid struggle in de jaren 80 en daarna, zoals Marcel heeft genoemd, een aantal crisispunten met Nigeria voorop. Dus het is ook een punt van een soort omwenteling van wat verwachten we van de grote bedrijven. Het is interessant wat je zegt over die morele kant van Shell. Dat is een beetje dunnetjes. Maar dat de maatschappij nu verwacht dat een grote bedrijf wel een morele kern zou hebben. En dat is interessant, want dat was niet zo 50 jaar geleden. Yeah. Dus dat brengt met meer media-aandacht en meer bewijs van, ja, kijk, het is gewoon winst en niks meer. En dan gaat die soort druk uit de samenleving omhoog. En dat vind ik een goede beweging. Ik wil dit panel gaan afronden en we gaan dan richting de toekomst kijken. Ik wilde misschien nog één vraag aan u stellen. Namelijk, als u kijkt naar de toekomst van het bedrijf. We hebben het gehad, denk ik, volgens mij heeft u dat ook onderschreven. Ja. Dat Shell altijd heel erg bezig is naar het kijken naar risk management, werd dat genoemd. Ja. Hè? Wat zijn de bedreigingen, wat zijn de kansen, wat speelt er? Als u vanuit een Shell-blik naar de toekomst kijkt, bent u dan optimistisch over de kansen van het bedrijf? Want als we nu naar de huidige discussie kijken, dan staat Shell opnieuw vol in de wind. Ja, ik ben daar behoorlijk optimistisch over. Ik denk dat, en dan speel ik even terug op de opmerking die ergens in het boek gemaakt wordt, dat die hele kwestie van renewables een flipperkastzaak is. Dan zou ik terug zeggen, Marcel, weet je wel wat ondernemen is? Ondernemen is dingen proberen en dingen mislukken. En je probeert weer en je mislukt weer. We hebben nu een stevige renewables divisie, die overigens aan het herstructureren is. Maar wel vast blijft houden aan de 10 miljard investeringen die de komende 2 jaar gedaan worden. Kijk, voor een bedrijf als Shell blijft, en dat is iets wat mensen niet willen zien, maar blijft de dichotomie zitten tussen enerzijds je investeert in renewables en zorgt dat je daar aan het voorfront zit van nieuwe ontwikkelingen. Wij zitten dat met de HEFA-fabriek die nu gebouwd wordt, de fatty acids, biokerosine, met de waterstoffabriek die nu gebouwd gaat worden in de Botlek. Dus je zit daar aan het voorfront. En tegelijkertijd weet je ook dat een aantal van die investeringen niet de return of investment hebben die een gewone oliebedrijf heeft. Een gewone oliebedrijf heeft zeg maar een ROACI van 12%. En je weet dat deze investeringen zitten tussen 5% en 8%. Nou, dat accepteer je tot op zekere hoogte. Maar wat de aandeelhouder ziet, die ziet dat het aandeel van Shell ondergewaardeerd is met 20% vergeleken met de oliebedrijven. Daar zit dus de challenge in voor bedrijven om in dat spanningsveld te blijven opereren. Gaan ze door op de wijze zoals misschien Mark van Baal het zou willen, dat we naar 50% van onze investeringen... Prachtig bruggetje. Dan kunt u er zeker van zijn dat de aandeelhouders zullen zeggen, wij besluiten Shell op te splitsen in 2 bedrijven. Ga die groene jongens, laten die maar doen wat ze willen en het oliebedrijf blijft staan. Nou, dat spanningsveld heeft de directie mee te maken. En ik denk dat ze dat op een verstandige wijze doen op dit moment. Wetend dat er in Nederland geklaagd wordt, maar 80% van de aandeelhouders iets meer steunen dit van harte. Maar dan gewoon nog even, want dan is uw punt helder overgekomen. Ja. Het centrale punt in het boek van Marcel, waar eigenlijk gezegd wordt, als we naar de geschiedenis kijken, dan zien wij niet dat op beslissende momenten de koers van het bedrijf soms ondergeschikt gemaakt wordt aan misschien andere zaken die er spelen maatschappelijk. Ja. Die deelt u niet, omdat u zegt uiteindelijk willen wij ook naar een winstgevend bedrijf blijven gaan en moeten we die balans in de gaten hebben. Ja. Soms speelden er ook feiten die men niet kent een rol. De Brent Spar was een interessant, altijd interessant. Ja, maar dan gaan we u ging die hele lijst geven. Nee, ik ga niet de hele lijst, die staat er niet eens op. Nee, maar dat starten we nu. Maar, de lijst krijgt Marcel. Ja. Bedankt. Voor zijn tweede brug. Ja. Soms zijn de feiten niet allemaal goed onderkend en
de mensen die hier spelen. U heeft uw punt gemaakt. Fijn dat u wilde reageren op het boek van Marcel. Fijn ook dat Jael Scott-Smith mee wilde praten. Geef ze allebei een warm applaus. Dank jullie wel. Ik ga vervolgens vragen Mark van Baal en dokter Sanne Akerboom. Geef ze een warm applaus. We gaan het hebben over de toekomst en de rol van Shell er ook in, maar ook misschien wel van andere partijen. En dat gaan we doen dus met Mark van Baal, oprichter van Follow This. Een club van 10.000 grote aandeelhouders van olie- en gasbedrijven. Eigenlijk alle ellende die Marcel heeft beschreven in zijn boek. Zuid-Afrika, Nigeria, Groningen, noem het allemaal op. Is altijd goedgekeurd door de aandeelhouder. En ik dacht op een gegeven moment, ja, die aandeelhouder moet bij de klimaatcrisis nu echt eens gaan optreden. En dat proberen we. En het goede nieuws is, dat is nu een... Bij Zuid-Afrika kon de aandeelhouder nog denken, oké, het is moreel niet juist en natuurlijk moet Shell weg. Maar de aandeelhouder kon altijd zeggen, oké, het financiële belang is daar, dus oké, dat morele kompas mag even afgedekt worden. En gelukkig zijn die aandeelhouders beseffen dat nu en die zien, oké, als we zo doorgaan, dan worden al onze bezittingen waardeloos vanwege de klimaatcrisis. Dus wij gaan ingrijpen. En dat proberen wij voor elkaar te krijgen. Ik wil namelijk Sanne Akerboom ook voorstellen. Universitair docent regulering en governance van de energietransitie aan de Universiteit Utrecht. Houdt zich bezig met de vraag hoe we een eerlijke energietransitie kunnen doormaken. Onder meer door wet en regelgeving te onderzoeken. Dat doe jij. Eigenlijk een beetje hoe kunnen we de lusten en de lasten van de energietransitie ook daarin verdelen. Hoe luister jij tot dit in dit gesprek? We gaan niet meer of olie en gas en samen met groen of in een sterfhuisconstructie. Het is alleen nog maar groen. En hoe komen we daar? En dat is niet meer een keuze van een aandeelhouder. Als ik het voor het zeggen had. Dus ik zou graag kijken toch naar die rol van die overheid. Je stipte dat daarnet zelf ook al aan. Wat maakt dat Shell in verschillende tijden zich op een bepaalde manier heeft kunnen gedragen? Had daar niet een overheid bij moeten komen kijken? En ik denk, ja, daar zijn we nu toch echt wel aanbeland. Dus ik kijk naar een toekomst vanuit, we gaan dat doen. En de vraag is nog hoe, maar niet meer of. Ja. Maar er is natuurlijk nog een argument wat vaak wordt genoemd. Hè? En dat is namelijk, als wij te streng worden aangepakt, dan is de consequentie dat onze aandelen misschien wel zakken. Dan worden we opgekocht en dan verhuizen we naar een land. Of dan gaan we vanuit een andere positie werken waar helemaal geen regels zijn. Dat is natuurlijk een ander argument wat ook wel genoemd wordt. Waarbij gezegd wordt, de toon waarop we dit willen veranderen. We moeten Shell toch wat meer. En jij zei, sinds het begin van deze eeuw is toch echt wel dat wederzijdse wantrouwen. We moeten er toch een soort van herstel in doen. Anders is het risico dat het bedrijf naar een andere plek verhuist waar minder gevraagd wordt, nog reëel. Wat vind jij van dat argument? Ja, ik vind dat niet zo'n heel erg sterk argument. Ten eerste, dat zou ik dan toch echt wel een keertje willen zien ook. Daar blijft het echt op achter. Het lastige daarvan is, het tegenargument is, iedereen die heeft Parijs getekend. Dat klopt. Hè. Dat zijn hele hoge aantallen voor een klimaatakkoord die ondertekend zijn. Aan de andere kant, op dat internationale niveau ontbreekt er handhaving. Dus we kunnen inderdaad niet voorkomen dat bedrijven elders meer gaan uitstoten dan dat ze hier zouden hebben gedaan. Plus vind ik het zelf ook nog wel een voordeel als wij enige verantwoordelijkheid nemen voor onze historische emissies. Dus vind ik dat er wat te zeggen valt voor het verduurzamen hier. In plaats van nog meer afstoten naar elders en daar een probleem te vergroten. We kunnen als continent, want daar gaat het over. Ja. Soms denken we dat Nederland alles alleen doet, maar dat is pertinent onjuist. In de Europese Unie doen we heel erg veel. Is het toch best een aantrekkelijk continent om wel te blijven? Ja. En zijn er ook hele goede redenen voor om dat wel te doen? Ja. Bepaalde infrastructuur. Ja, dat is niet zomaar vandaag de dag of morgen weg. Ja, ik kan er heel kort over zijn. Als je fossiel vervangt door duurzaam, dan hoeven we niet naar Rusland, dan hoeven we niet naar het Midden-Oosten. En dat is de opdracht die er ligt voor de olieindustrie. Accepteren dat wij helemaal niet om olie en gas vragen. We vragen om energie, we willen duurzame energie. Als zij ons dat aanbieden, als zij die massale investeringen doen, dan hoeven we dus niet naar het buitenland. En dat is, maar dat is een totaal gebrek aan voorstellingsvermogen bij die bedrijven die inderdaad denken, ja, we hebben zo'n fantastisch businessmodel met een return on capital van meer dan 12%. We horen het net weer. Dat willen we zo lang mogelijk vasthouden. En onze lange termijn visie is zo lang mogelijk aan olie en gas vasthouden. Want die hernieuwbare energie, daar is die marge maar 5-8%. Ja. Ja, die 12% is heel snel afgelopen als de olieindustrie verantwoordelijk wordt gehouden voor klimaatverandering. Hoe zitten ze bij Shell daarin, denk je, in de boardroom nu, de opvolgers? Nou, ik denk dat als het gaat over wat overheden doen, laten we daar even beginnen. Dan denk ik dat Shell niet snel onder de indruk is, behalve als het gaat om hele grote landen. Dus het is van belang wat de Verenigde Staten doet, bijvoorbeeld politiek gezien. Wat China doet, is ook wel belangrijk. Maar de stap die ze nu gezet hebben,
met de wat dan wordt genoemd de verhuizing naar Engeland. Al heel lang is het zo dat er een groot verschil is tussen waar een bedrijf statutair juridisch gevestigd is en waar ze fysiek gevestigd zijn. Daar kan je mee spelen op alle mogelijke manieren. Wat managementcontrole betreft, alle juridische aspecten die aan vastzitten. Maar ook de dividendstromen, de belastingstromen. Dus ze hebben zoveel ontsnappingsroutes dat het enorm moeilijk is om daar als natie, individuele natie, om daar maar enige greep op te krijgen. Dus dat moet in een blokvorm, je moet een machtsblok hebben. Dus wij als Nederlanders zijn wat dat betreft gewoon, laten we nou maar zeggen zoals het is, we zijn totaal uitgespeeld. We moeten dat, als wij politiek iets willen, moeten we inderdaad dat in het machtsblok van de EU doen. Als we die niet meekrijgen, dan kunnen we politiek helemaal niets. Dat is, zo simpel is het gewoon. En ik denk dus dat er feitelijk wordt ingezet op een eindspel waarin, ook als de fossiele koe kleiner wordt, dat juist de grote spelers zullen proberen om zo'n groot mogelijk aandeel van die koek te houden en daar zo hoog mogelijk rendement op te maken. Ook dat zien we nu gebeuren. Die druk van die aandeelhouders, wat mij betreft, ik vind het echt heel positief wat jullie doen. Maar het is een hele lange adem en ik vraag me af of je op 2050 eigenlijk al ver genoeg zal zijn. Dus ik ben daar gewoon echt niet optimistisch over. Wat heel goed is, is dat de prachtige term plausible deniability, waar Shell heel lang mee heeft kunnen werken, dat die nu wel weg is genomen wat klimaatverandering betreft. Het moet een stap verder. En ik weet niet wat die stap moet zijn, zeg ik er meteen bij. Want ik heb me dus in de geschiedenis van Shell verdiept. Ik kwam ook terecht bij de Club van Rome, 1972. Dat was echt een grote somberheid die over de hele wereld daalde. Vanwege de voorspellingen van de Club van Rome, wat er allemaal zou gaan gebeuren. Overigens zitten we in dat scenario. Dus de reële ontwikkeling van, zeg maar, de verspilling van grondstoffen en ontwikkeling van het klimaat volgt vrij aardig de voorspellingen van de Club van Rome in 1972. Shell ging meepraten. Werkgroep Toekomst werd er geformeerd waar Shell in mee ging doen. Allemaal prachtig, geweldig. Er werd een milieuadviseur aangesteld door Shell. Maar wat gebeurt er in feite? Er kwam een oliecrisis, een jaar later, die van 1973. Het hele milieuverhaal was weg. Want het ging alleen maar over economie, rendement, werkgelegenheid. Dat waren natuurlijk allemaal belangrijke dingen, hoor. Daar gaat het niet om. Maar zou er dan ook een situatie kunnen zijn, even advocaat van de andere kant, dat je zegt, kijk, bijvoorbeeld als je kijkt naar kleine start-ups die met innovatieve ideeën komen. Op een gegeven moment komt de vraag, nou, kunnen we dat opschalen? Kunnen we dat bijvoorbeeld door heel Nederland uitrollen? Kunnen we misschien op die manier heel snel een klap maken richting schonere brandstof? Of weet ik veel wat. En dan komt een partij als Shell, die vaak op dit moment zo'n bedrijf opkoopt of overneemt en wel kan opschalen omdat zij de middelen hebben. En is dat ook niet een argument om te zeggen, we moeten Shell niet te ver op afstand duwen? Maar Shell mag van mij blijven bestaan zoals hij vandaag is. Alleen wil ik dat de activiteiten die de leefbare planeet in gevaar brengen worden vervangen door activiteiten die een leefbare planeet bevorderen. Ik heb het niet over Shell. Ja. Sterker nog, ga dat opschalen. Ik wil alleen dat we aan de fossiele activiteiten een deadline stellen. Ja. Dat brengt verder niet zo heel erg veel in gevaar van het scenario wat jij daarnet schetst. En een deadline waar je op kan handhaven voor een consequentie aan. Zeker, echt consequenties. Ik denk, het klinkt misschien gek dat ik het zeg, maar ik denk dat Shell dat misschien zelf ook nog wel prettig zou vinden. Als dit zou gebeuren, als er duidelijkheid zou komen in de regels die samenlevingen stellen. Maar dan meteen met daarin de toevoeging, dat zou dan wel wereldwijd moeten gebeuren. Want er moet wel, zoals dat dan heet, level playing field zijn. Ja, dat argument kennen. Want als de Chinezen niet meedoen, als de Saoedi's niet meedoen, waar zijn Tuurlijk. We dan? Ik hoor ze dat wel eens zeggen, hè, van duidelijkheid. We hebben meer aan ook als het regels zijn die we niet prettig vinden, hebben we meer aan duidelijkheid dan aan onduidelijkheid. En ik denk dat daar wel een punt, dat ze daar ook wel een punt hebben. Ja, ze willen duidelijkheid en ze willen die 12%. En dat is... Dat kan moeilijk. Dat kan niet. Ja. Want die 12% kunnen ze alleen maken omdat ze heel veel kosten niet hoeven te betalen. De gevolgen. Maar het grappige ervan is, op een bepaalde manier is er een deadline. En dat is 2040. Op het moment dat het emissiehandelssysteem geen recht meer uitgeeft om uit te stoten op binnen de Europese Unie. Dus daar zit wel degelijk een deadline. De vraag is alleen, wat gebeurt er op het moment dat dan die duurzaamheidsplannen niet daartoe hebben opgetreden?
telt op dat moment. Dus wil je nu ook op een andere manier constructief, controleerbaar en transparant aan die transitieplannen werken? En dat gedeelte is iets wat er nu bij multinationals echt ontbreekt. Dus we horen heel veel argumenten, maar dan worden we opgekocht en dan gaan we weg. Ik heb geen idee. Ik zie geen plan. Of ze zijn heel vaag en heel abstract, ook heel hoog over. De dreigementen zijn vrij groot. Het enige wat wij willen is een leefbare planeet. Ja, ik zeg het even gechargeerd. Natuurlijk. Maar het is vrij fundamenteel. En ik zou graag willen zien en ik zou graag willen kunnen controleren en ik zou graag willen handhaven dat er dan per 2040 daadwerkelijk iets gebeurd is. Volgens mij hebben we een hele hoop besproken. Moeten we vooral lekker aan de bar een biertje gaan drinken of iets anders en daar verder over praten. Ik wil de sprekers heel erg bedanken. Giles Scott-Smit, Rijn Willems, Mark van Baal, Sanne Akerboom. Geef ze een warm applaus. En tot slot, en dan kunnen we meteen naar de bar nog één keer een warm applaus voor Marcel Metsen. Dank jullie wel.